Hey, welkom bij een nieuwe video. Iedereen heeft vast wel eens een tekenfilm gekeken. Er wordt wel eens gezegd dat deze voor jong en oud zijn. Maar wist je dat sommige tekenfilms gebaseerd zijn op een meer donkerder verhaal dan je eerst dacht? Ook hebben mensen griezelige dingen gevonden die de makers er misschien wel opzettelijk hebben ingezet. Vandaag gaan we je 10 enge dingen laten zien die zijn gevonden in tekenfilms. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. Wie woont er in een ananas onder de zee? De kleurrijke onderwaterwereld van SpongeBob en zijn vrienden lijkt de meest onschuldige kinderserie ooit. In de meer dan 20 jaar dat SpongeBob bestaat, is het een van de populairste tekenfilmseries die ooit is uitgebracht. Maar er gaat een theorie rond dat Bikini Bottom, de wereld waarin SpongeBob zich afspeelt, gebaseerd zou zijn op het echte Bikini Atoll op de Marshall-eilanden. Bikini Atoll kent een duister en tragisch verleden. Tussen 1946 en 1958 werden er 67 proeven met kernwapens uitgevoerd door de Amerikaanse regering. SpongeBob zelf heeft thema's uit de jaren 1940. In een aflevering uit 2001 met de titel Dying for Pie was een beeld te zien van een paddenstoelwolkachtige explosie. SpongeBob SquarePants zou het gruwelijke gevolg zijn geweest van radioactiviteit die een zeespons had gemuteerd, hoewel de bedenkers van SpongeBob deze theorie nooit hebben bevestigd. Nummer 9. Je hebt in je leven vast wel eens meerdere Pixar films gezien, maar wist je dat er in bijna alle Pixar films een verborgen boodschap zit? Deze boodschap die je misschien al eerder hebt opgemerkt, maar hebt genegeerd, is de letter A en nummer 113. Je vindt het overal terug, van Toy Story en Cars tot de Hunger Games en sommige Marvel films. In Toy Story van 1995 staat het op een nummerplaat en in 2003 in Finding Nemo stond het op een camera. Het lijkt altijd wel ergens verborgen te zitten. Deze verborgen boodschap is weliswaar vreemd, maar er zou een logische verklaring voor zijn. A113 is het nummer van het animatieklaslokaal aan het California Institute of Arts. Dit is de plaats waar vele van de animators naar school zijn gegaan. Nummer 8. Een van de meest griezelige dingen die in een tekenfilm is gevonden is van de drie biggetjes. Als je deze tekenfilm hebt gezien, dan weet je wel hoe het verhaal gaat, maar laat het me je even in het kort vertellen. De drie biggetjes kregen te maken met een wolf die hijgend en puffend hun huis omverblies. De korte film van de biggetjes uit 1993 is een van de eerste Disney-klassiekers. Het volgt de biggetjes die eigenlijk Naf Naf, Nif Nif en Noef Noef heten terwijl ze het opnemen tegen de grote boze wolf die hen wil opeten. Nadat de wolf hen uit de houten huizen heeft verjaagd, vestigden de drie zich in het bakstenen huis van het derde biggetje waar een griezelige waarheid aan licht komt. In een van de afleveringen zien we een schilderij met worstjes waaronder vader is geschreven. Zoals je weet wordt worst gemaakt van varkens. Betekent dit dus dat de vader van de varkentjes is opgegeten? Nummer 7. Het lijkt ongelooflijk dat een DuckTales aflevering die in de jaren 1980 werd uitgezonden letterlijk de woorden Ask About the Illuminati op de achtergrond had. In deze aflevering gaat Scrooge McDuck naar de dokterspraktijk en in de achtergrond zien we een opmerkelijk schilderij. Voor het geval je niet bekend bent met de Illuminati, het is een theorie waarin wordt gezegd dat een geheim genootschap de wereld zou regeren. De Illuminati zouden ook vreemde rituelen, symbolen en rangordes hebben. Of dit nu waar is of niet, het is behoorlijk vreemd dat een van de makers dit specifieke schilderij heeft uitgekozen. Wilde hij ons hier iets mee vertellen of verveelde hij zich gewoon? Het feit dat dit in een kindershow is gevonden is op zijn zachtst gezegd erg vreemd, vind je ook niet? Nummer 6. Gravity Falls is een Amerikaanse Disney-serie die voor het eerst in 2012 werd uitgezonden. Het vertelt het verhaal van de tweeling Dipper en Mabel die wordt gestuurd om te leven met hun grootoom, de Noorse Grunkle Stan. Hij laat de tweeling meehelpen met het runnen van een toeristische val genaamd de Mystery Shack in het fictieve stadje Gravity Falls. In een van de afleveringen zou iemand Slenderman hebben opgemerkt achter een van de bomen. Maar sommige mensen geloven dat dit een internethoax was en dat Slenderman niet voorkwam in de serie. Maar het Slenderman-personage kwam wel voor in het stripboek Gravity Falls Lost Legends die was uitgebracht in 2018. Dit stripboek vertelt drie verhalen die zich afspelen tijdens het laatste seizoen met één die zich afspeelt in Grunkle Stan's kindertijd. Nummer 5. Iedereen kent Dora wel die samen met haar apenvriend Boots door een fictieve en bovennatuurlijke wereld reist.
In elke aflevering stuiten ze op een dier dat hulp nodig heeft. Een pratende kaart en rugzak helpen hen samen met andere pratende dieren om hun bestemming te bereiken. De schurk Sweeper de Vos verschijnt altijd om te proberen te stelen van Dora. Hoewel er fantheorieën zijn over de boze vos en de manier waarop hij wordt afgeschrikt, is dat niet het engste verborgen ding in Dora. Want fans van de show vonden namelijk iets griezeligs in het themaliedje van Dora the Explorer. Als je namelijk het liedje achterstevoren luistert, kom je tot een griezelige ontdekking dat je heel Satan hoort. Luister maar. Deze uitdrukking wordt vaak door satanisten gebruikt om hun toewijding aan Satan te tonen. Behoorlijk griezelig, nietwaar? Nummer 4. Heb jij de populaire kinderserie Thomas de Trein wel eens gezien? Het gaat over een familie van pratende treinen die allerlei avonturen beleven op het eiland Sodor. Er gaan echter een aantal theorieën rond die je 's nachts wakker kunnen houden. Een van de theorieën suggereert namelijk dat Thomas de Trein zich afspeelt in een omgeving waar je liever niet wilt zijn. Het eiland Sodor waar de treinen zich bevinden zou de enige veilige plek in een post-apocalyptische wereld zijn waar treinen worden gekannibaliseerd. Niet alleen dat, maar als ze hun meester, de dikke controleur, ongehoorzaam zijn, worden ze gestraft, uit elkaar gehaald en verkocht voor schroot. In een van de boeken, getiteld Stepney the Bluebell Engine, zegt Percy de Trein dat locomotieven op een andere spoorweg niet veilig zijn. Ook zegt een van de treinen dat de controleurs vreed zijn en dat ze een hekel hebben aan locomotieven. Zelfs Henry de Trein werd ooit in een donkere tunnel begraven. Nummer 3. Je denkt misschien dat de Minions eenvoudige, hartverwarmende en grappige personages waren gecreëerd door de Despicable Me franchise. Maar er is een theorie achter hun bestaan die je voor altijd van gedachten zal doen veranderen. De theorie beweert namelijk dat de Minions gebaseerd zijn op Joodse kinderen die tijdens de oorlog door de nazi's werden meegenomen. Er gaat namelijk een foto rond waarin we soortgelijke maskers zien die de Minions ook dragen. De website Snopes, die bekend staat om hun fact-checking, zegt echter dat de Minions niet geïnspireerd zijn uit de nazi-tijd. Toch komen de maskers wel erg veel overeen met elkaar. Wat denk jij? Laat het me weten in de reacties. Nummer 2. Er zijn bepaalde handgebaren en signalen die worden geassocieerd met het kwaad en de duivel. Een daarvan is de hond van de duivel. In verschillende van Disney's meest populaire en beroemde films maken de hoofdpersonages datzelfde handgebaar. En geloof het of niet, het zijn niet alleen de slechteriken in de films die dit gebaar maken. Het zijn ook de goede personages zoals Assepoester en prinsessen als Jasmine en Sneeuwwitje, om er maar een paar te noemen. Sommige mensen zullen zeggen dat het handgebaar gewoon een ongelukje kan zijn geweest, maar anderen geloven dat er een verborgen betekenis achter zit. Nummer 1. Met meer dan 30 jaar en zo'n 600 afleveringen op hun naam is het geen geheim dat de Simpsons meerdere keren de toekomst hebben voorspeld. Of het nu puur toeval is, sommige dingen lijken gewoon te vreemd om te verwerpen. De meest griezelige voorspelling die ze hadden gemaakt was het Ebola-virus. De aflevering in kwestie werd uitgezonden in 1997 en is getiteld Lisa Sucks. Daarin laat Marge een boek zien aan een zieke Bart met de titel Curious George and the Ebola Virus. Het bizarre is dat dit 7 jaar voordat de uitbraak plaatsvond. Maar de Simpsons hebben ook gebeurtenissen voorspeld zoals het presidentschap van Donald Trump. De voorbeelden lopen echter in de tientallen. Hoe kan het dat de makers van de Simpsons zo accuraat zijn in hun voorspellingen? Wat is jouw favoriete tekenfilm? En heb je zelf wel eens wat opgemerkt? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.